Welkom allemaal in de zaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ook alle mensen thuis, op het werk of waar dan ook. Fijn dat jullie allemaal live met ons meekijken. We gaan er een mooie middag van maken waarin wij stilstaan bij ziek worden van school door niet passend onderwijs. Dat zit Marielle Paul namens de VVD in de Tweede Kamer. Ook van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, je gaf al aan, op dit moment zijn er helaas niet meer Tweede Kamerleden die echt naar Amersfoort toe konden reizen. Maar je hebt al aangegeven, nou, ik zit hier niet helemaal alleen maar naast mezelf. Ik kom hier om een boodschap op te halen, te luisteren, te ervaren en die boodschap ook mee terug te nemen naar Den Haag om dat te delen met de andere mensen in de Tweede Kamer. Daar ben je, Esmee. Ja, jij ging ook een verhaal delen, je eigen verhaal over ziek worden van school. Ja, mag ik jou het woord geven alsjeblieft? Oké. Ja, ik vraag me nu al best wel een lange tijd af. Waarom moet je eerst kapot gemaakt worden voordat er hulp komt? En eigenlijk is die hulp dan ook niet eens passend. Toen ik 2 jaar was, heb ik de diagnose ASS met een ontwikkelingsachterstand gekregen. Dat bleek op mijn 7e jaar niet kloppend te zijn. En... kinderen zijn mensen. Net als jij en ik. En die willen ook behandeld worden zoals jij en ik. Dus ja, we accepteren wel dat iemand in het werk uitval kan laten zien. Maar we accepteren niet dat dat op school ook kan gebeuren. Ik ben Nicky, 18 jaar, en wil graag iets vertellen wat misschien raar in de oren klinkt, maar zo waar is voor vele hoogbegaafden. Om gelijke kansen te krijgen, moeten wij ongelijk behandeld worden. Ja, wij zijn toen op zoek gegaan naar een nieuwe school, maar ook dat was niet heel erg makkelijk. Op het moment dat je een dossier hebt van een kind waar dingen in staan over ongewenst gedrag, waar verwijzingen in staan naar er is onderzocht of dat er sprake is van autisme en ADHD, gaan er een hele hoop deuren dicht in Nederland. Die houding van een docent en van de klas is zo belangrijk dat een kind niet ziek wordt. Net zoals met mijn Latijndocent, die was zo verschrikkelijk geweldig dat ik Latijn na 3 lessen van hem opeens geweldig vond en niet meer kon stoppen met vertalen en tekst lezen. En die goede ingang is zo verschrikkelijk belangrijk om die ingang bij een kind te vinden. Er is zoveel talent, waarom laten we dat verloren gaan? Kijk eens naar wat wij echt nodig hebben. Ik denk dat een van de problemen is dat wij onze kinderen naar school sturen en daarbij zeggen, je gaat naar school om te leren. En daar houden we ze eigenlijk al voor de gek. Want ze gaan niet naar school om te leren, ze gaan naar school om te presteren. En daar zit spanning. En dat geldt niet alleen voor de leerlingen. Dat geldt ook voor de leraren. Die voelen die spanning ook. En zorg en onderwijs moet echt ontschotten. Ik hoor heel vaak van, dit is eigenlijk een zorgtraject. Wij mogen geen onderwijs bieden hoor. Want nou, dat schijnt dan met de financiële stromen. Oh, ik zie links en rechts van jou wordt al geknipt. Dat is echt een groot probleem. Waarom niet? Ja, als je mensen lekker aan het leren krijgt of aan het ontwikkelen krijgt. En het welbevinden zit goed. En daar komen we eigenlijk bij de kern. Mag ik jou als laatste het woord geven? Ik wilde even zeggen dat ik het heel belangrijk vind is dat we flexibel blijven. En wat ik heel erg zou willen voorkomen is dat we nu helemaal een mooi nieuw systeem gaan maken. En dat er over 15 jaar weer een nieuwe generatie is die daarop vastloopt. En wat ik de mensen die hier echt mee aan de slag zou gaan echt zou willen duidelijk maken is dat we blijven door moeten ontwikkelen. En dat we inderdaad dus nooit de perfecte school moeten hebben. Maar dat nog steeds wel kunnen proberen.